wij de zaken eens eventjes evalueren. Ja, we zijn nou een week of vijf onderweg. Ja. Tijdens onze wereldtournee. En ik ben niet tevreden. Nee. Ik vind dat het niet goed gaat. Nederland is nog nooit zo bekend geweest in het buitenland. Maar ik heb nog heel weinig kunnen draaien voor mijn documentaire De invloed van de sport op de maatschappij. Is het op jouw documentaire? Ja, maar ik moet met jou mee naar Hawaii. Ja, en? Wat kan ik hier nou doen op Hawaii? Wat is hier? Surfen misschien? Ja. Surfen, dat heeft mijn belangstelling niet. Surfen. Dan zal ik jou eens één ding heel duidelijk vertellen. Hè? Ja. Ah, als het aan buitenlandse zaken ligt, dan bestaat Nederland niet eens meer in 1992. Ja, en B? Hoezo B? Nou, je zegt A, dus ik wacht op B. Ik heb geen B. Er is geen B gewoon. Waarom zeg je dan A? Omdat ik zeg dat ik je één ding duidelijk zal vertellen. Eén ding ga ik je duidelijk vertellen, dat is A. Ja, maar als je A zegt, dan komt er toch ook B? Of misschien zelfs wel C en D. Waarom zeg je dan A? Dat verwart de discussie. Ik heb geen B. Dan is het toch niet nodig om aan te... Dan zeg jij alleen maar, ik zal jou eens één ding heel duidelijk vertellen. Gaan we zo weer beginnen? Ja, op deze manier. Oh, ik bedoel, ik kan niemand het meer volgen, Harry. Nee, nou, ik kan het wel volgen. Ik ga door met mijn promotie. Zit in de zeikert. Never get something for nothing in America. No, in Holland we do. Thank you. In Holland we get everything for nothing. Sure, wat doet Nederland het toch goed in het buitenland? Wanneer hou je nou eens op met die walgelijke verkooppraatjes? Je loopt keihard te liegen. Ik hoor jou zeggen dat in Nederland alles gratis is. Het is ook zo. Nou, A is dat niet waar. En B druist het in tegen de belangrijkste Nederlandse karaktertrek. Ja. Namelijk extreme gierigheid. In de hele wereld staan wij bekend als centenneukers, Harry. Ik krijg elke week de gooi in één bode gratis in mijn brievenbus. Dat is één. En twee, ga ik je nu zeggen, het tweede kopje koffie bij elk wegrestaurant is gratis. En is dat nu niet juist diep en diep treurig? Wat is daar nou treurig aan? Dat het hele Van der Valk-concern. Lekker koekje erbij. Het hele, al die AC-restaurants, dat Rick de Kikker, dat die een hele bestaan ontlenen aan het tweede kopje koffie gratis. Ja, ik wacht erop op. Het is toch verschrikkelijk? Ja. De truttigheid. De truttigheid van een gratis tweede kopje koffie. Weet je wat ook gratis is? RTL 4. Ja. Henny Huisman krijgen wij gratis thuis, ja. Henny Huisman is het tweede kopje koffie van de Nederlandse televisie. Benzine, ja, dan moet ik even denken hoor. Dat is volgens mij 2 gulden. 2 guilders. $1. About $1. Well, that's no how much? How much tax on top of that? Tax, no tax. We don't pay any tax in Holland. In Nederland wordt geen belasting betaald. Ook wel dat de belasting wordt betaald. 90% van onze kijkers gaat op dit moment roek over zijn nek. Ja, nou dan moet dat maar even. Er wordt geen belasting betaald. Ja, dan moet dat dan maar even. Ik ben een haartje betoeterd. Je bent toch met promotie bezig? Ik ga toch niet Nederland hier een beetje staan afschilderen als een land waar je belasting moet betalen?